Het personeel van Huize Asiana heeft na een spoedgesprek met het bondsbestuur vanmorgen het werk neergelegd. Dit bevestigt Johannes Afiankooi, die onze nieuwsdienst namens de bond informeerde. Alleen de bewaking van de poort en degene die de bewoners van het tehuis moeten voeden, hebben dispensatie. De werknemers zijn al enige tijd ontstemd en bezorgd nadat twee collega's positief zijn getest op het nieuwe coronavirus. Volgens Afiankooi kent de directie haar verantwoordelijkheid niet, omdat personeelsleden die met de besmette collega's in contact zijn gekomen, nog steeds niet in quarantaine zijn geplaatst. Afiankooi stoort zich vooral aan het feit dat er geen eenduidig beleid is voor wat betreft testen en isoleren van suspect cases. Van de ene instantie hoor je dat als iemand besmet is, en direct die personen die aan het werk waren met zo'n persoon in contact zijn gekomen, in thuisisolatie worden geplaatst en dat de ruimte wordt ontsmet. Maar bij Asiana is dat niet gebeurd. Er is wel na dringen van, een lang aandringen van de bond is het wel ontsmet geworden, maar die mensen zijn gewoon aan het werk die in contact zijn gekomen met die besmette persoon. Dus alles mijn vrede van gezondheid, dat ben ik niet de nood waar je nu gaat. Hè. De mensen van Asiana personen zijn eigenlijk een paar jaar geworden. Want iedereen ontwijkt je. Een Asiana euro kan nooit omkomen bij COVID. Omdat er geen duidelijkheid komt vanuit de directie ook en vanuit de mensen die zaken monitoren. Omdat er vanuit kan dat in ieder geval het is een paar dagen geleden dat die persoon besmet is geworden. En als mensen aan het werk zijn in contact zijn gekomen met zo'n persoon. Dat die persoon dan symptomen moet tonen, anders als man besmet. Maar dat is ook achterhaald nu. Afiankooi zegt verder dat het bondsbestuur nu een gesprek wil met directeur Angela Salmo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij benadrukt dat er nu een onzekere situatie heerst voor het personeel. Vandaar dat er spoedig een oplossing moet komen. Wat we eigenlijk vragen, laat Sociale voor haar verantwoordelijkheid nemen. En een dringend beroep opdoen op BOG. Laten ze afstappen van bepaalde methodes enzovoort. Hè. Laten ze gaan kijken precies zoals het moet gebeuren. Die mensen die in contact zijn gekomen met besmette personen. In ieder geval is het een paar dagen, dan moeten ze symptomen tonen. Maar die merken kan ook zijn dat mensen besmet zijn en geen symptomen hebben. Laten ze die mensen gaan swappen naar de massatak die nog kiesasiki. Daarover gaat het eigenlijk zodat het niet verder verspreid kan worden. We willen voorkomen dat we weer een IM Goldkeeper krijgen. Want zo waren ook die adviezen naar directie IM Gold, naar daar waardoor er hersenpori. Dus het is een heel vervelende situatie. Maar ja, maar want niemand wil het begrijpen. Want we hebben ook aan BOG aangegeven dat de medici een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Maar wij als vakbeweging hebben een grote verantwoordelijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid ook, om voor de gezondheid van de werkende klasse op te komen. Johannes Afiankooi, woordvoerder van de bond bij Asiana, over de actie bij dit tehuis. Hij zegt dat de medewerkers in actie zullen blijven totdat er een concrete oplossing is.